Nou, dit zijn de twee duiven die het criterium der aarzen voor ons verdiend hebben. En dit is de 03 van 2017. Dit is een duif die heb ik gehad van Henny Koelewijn. Dit is een duif van Hans Knets, maar al Kove Dommelen uit Paasborst. Hij heeft veel prijzen voor ons gewonnen. Een mooi klein duifje. De blauwe is van 16, is de 63. Heb ik gehad van Jan Sellhorst. Daar zijn allemaal duiven eigenlijk van. Daar ben ik door. Uit de basisduiven, daar ben ik mee begonnen. Alleen toen ik ging spelen met de duiven kwam Jan te overlijden. En Henny was een vriend van Jan. En Henny heeft op het sterfbed aan Jan beloofd dat hij mij zou helpen. En dat heeft hij altijd gedaan. Dus Henny helpt mij ook nog steeds met alle. Met alles met de duiven, met het kweken van jonge duiven en begeleiden, adviezen. Ik heb begrepen dat Henny de duiven bij elkaar zet, hè? Die kweekt ze. Ja. Dat heb ik in ieder geval begrepen. Ja, dat klopt. Ja. En ook goede duiven die hier op het hok zitten, die gaan dan naar het kweken op bij Henny. Oké. Dus zodoende helpen we elkaar. Ja. Nou, dat was het. Mooi.